Hallo kijkers, mijn naam is Herman Spies. En zoals u moontlik reeds gezien het, ek is een medische dokter in een geïntegreerde praktijk. Ons het in die verlede klaar gesels oor geïntegreerde medisyne en wat dit behels. Ons het verder ook gesels oor die meest algemene oorzaak van chronische ziektes, namelijk inflammatie. En vandaag gaan ons verder in detail kijken naar methodes wat een geïntegreerde medische dokter kan gebruiken om te zien of een patiënt in een staat van inflammatie is en zelfs tot een groot mate wat die oorzaak van die inflammatie is. En ons praat vandaag in specifiek oor Chinese tongdiagnoses. Nou, die Chinese medische dokters gebruiken al voor duizenden jaren die techniek om naar een patiënt se tong te kijken om inlichting te versamel oor hulle staat van gezondheid. Nou, daar is verschillende aspecten van die tong wat de dokter kan gebruiken. Ons kyk eerstens naar die grootte van die tong, ons kyk naar die vorm van die tong, ons kyk naar die kleur van die tong, ons kyk naar die buitenrand van die tong en ons kyk zelfs of daar enige aanpaksel op die tong is. Hierdie inlichting geef vir ons die volgende moontlikhede. Die Chinese beginsel sê, een patiënt is uit balans uit, met ander woorde, in een staat om te kan seker word, wanneer daar oormaat hitte is, wanneer daar oormaat koue is, wanneer het een externe probleem is, iets van buiten af, wanneer het een interne probleem in die lichaam is, iets wat in die lichaam zelf verkeerd gaan. Dit kan natuurlijk een oormaat probleem wees, dit kan een tekort probleem wees, en dan twee termen wat ook voor ons een beetje vreemd is aanvankelijk, namelijk dit kan een yin of een yang probleem wees. Nou, wanneer een dokter naar een patiënt se tong kyk, kyk ons naar die volgende aspecten van die tong. Ons kyk eerstens naar die grootte van die tong, ons kyk naar die vorm van die tong, ons kyk naar die buitenrand om te zien, is het een gladde buitenrand of is daar kartelings op die buitenrand. Ons kyk verder ook, is daar enige aanpaksels op die tong. Ons kyk wat er dele van die tong het die aanpaksels. En dan kyk ons naar specifieke landmerken op die tong, soos patiënte wat sy tong vol krake is of een diep groef op die tong het van voor naar achter. Al die inlichting wijst vir ons wat er orgaansysteme is betrokken, want op die tong, die tippie, verteenwoordig die hart- en cardiovasculaire stelsel. Net achter die tippie is die longarea. Nog een beetje verder achter toe is die mild- en pancreasarea. En dan die achterkant van die tong weet ons verteenwoordig die dindarm, dikdarm, blaas, nierpijpsysteem. Die buitenkante van die tong aan linker en rechterkant verteenwoordig die lever- en galblaasarea. So as die patiënt bijvoorbeeld een rooi tippie van die tong het, weet ons die hartkardiovasculaire stelsel is waarschijnlijk in een staat van inflammatie of daar is een energieblokkasie, die Chinese noemen dit een qi deficiency of een qi stagnation. Al hierdie verschillende patronen, kleren op verschillende areas van die tong geef ons die inlichting om te zien wat er deel van die lichaam is in een staat van inflammatie en wat die moontlike plan van actie zal wees om dit te herstel. Nou, die dokters wat opgeleid is in Chinese tongtechnieken is die dokters wat acupunctuur doen en die dokters wat gewoonlik geregistreerd is by die medische raad as een dokter van Chinese behandeling. So deel van het Chinese dokterse opleiding is om naar die patiëntse polsen te voel. Op elke arm het ons bijvoorbeeld 6 polsen. So ons het 6 aan die linkerhand, 6 aan die rechterhand en dan samen het, kyk die Chinese dokter ook naar die tongdiagnose. En dit geeft vir die dokter goede inzicht oor wat aangaan met die patiëntse gezondheid en wat moontlik die oorzaak van die chronische ziekte mag wees. Nou, ons hoop die inlichting wat ons vandaag vir u gee, wys wie daar is alternatieve en goedloper methodes as noodwendig altyd dier laboratorium toetse. En dit kan vinnig en makkelijk in enige spreekkamer gedoen word. Ons hoop die inlichting was vir u van waarde. Geniet die dag. Totziens.